is. En dan kan Donar de eerste aanval van deze wedstrijd gaan spelen. Meeks die de bal in de post naar Dakota Quinn toe gooit. Quinn dreigt met het schot. Neemt het midrange jumpertje. Daar. Donar, wat dan weer verdedigt, wel gewoon man tegen man speelt. In tegenstelling dus tot wat we tot nu toe van Joost gezien hebben. Goede midrange jumper van de nummer 15, Nueke. Met onder andere Paolo Banchero, de center van de Orlando Magic. Goed gespeeld dit hoor, door Joost Schneider. Goede balmovement. En dan het schotje van Kaiser Jr. Wederom de zone, Gabrovsek op de baseline vrij. Kan hij een ploeggenoot vinden? Ja, John Meeks, goede aanval. Zo speel je die zone inderdaad stuk. Lopen, maar de drie punters willen nog niet vallen. Waarom dat dan doen? Midrange jumper van Babousis valt niet. Oh, Kjeld Zuidema die er net in gekomen is. Goede rebound. Paast hem naar buiten en daar is dan de eerste drie punter. Gooi hem naar buiten, naar Babousis. Gooi hem door naar Ramanauskas. Woef, op de ring en eruit. Maar de rebound van Fio John, nog 8 seconden. Bal inside naar Ramanauskas en die scoort hem. Heeft ook wel een goed schot hoor, van buiten. Alleen aan het begin van deze wedstrijd was dat nog even niet te zien. Ook een goed schot van buiten hier van Wietse Nossek. Die daar eventjes schat hemeltje vrij staat. Het zou lekker zijn om deze goede defensive play van Fio John mee af te sluiten. Ramanauskas naar John toe. John met het hoekshotje. Lekker hoor. Het is ook een grote sterke gozer. Zo makkelijk zal dat dan ook nog niet zijn, maar goed. Het is wel de manier om dit te stoppen. Nou, 3 punten. John Meeks. Boom. Raak. Hier Ramanauskas, weer voor Donar. Naar buiten, naar Meeks voor 3. Ja hoor, hij is hot, John Meeks. Zonne wederom bij Joost Schneider. Dat door de beperkte rotatie op die manier ook de krachten een beetje sparen natuurlijk. Want je hoeft gewoon minder te bewegen. Daar is John Meeks open voor 3 en die bal valt keurig netjes in. We gaan weer de andere kant op met Van Schaik. Van Schaik voor 3. Zo. Zo. Pas Van Schaik. Je ziet de intensiteit en de concentratie langzaam steeds verder wegzakken in deze wedstrijd. Dat is jammer. Maar het is wat het is. Goeie 3 punten, Bart van Schaik. Ramanauskas. Hollanders. Hollanders naar John. En die legt hem erin. Weer een score van Donar. Dat werd ook wel weer even tijd. Fio John. En de Weker meteen weer de andere kant op. Die gaat alles alleen naar de ring doen, lijkt het. Ja, dat wil hij weer. En, dan heeft Kjeld Zuidema de bal. Dela de Tunji. Ja hoor. Scoren voor de jongeling. Laatste 5-6 seconden van Schaik nog met een 3 punten. Die mist. Dan dribbelt Hollanders hier rustig de wedstrijd uit. Gaat deze wedstrijd eindigen. Tussen Donar en Joost.